Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van GeoGuessr met Simon. Natuurlijk met Simon, want met wie moet ik anders GeoGuessr spelen? Ja, dus met wie nog meer? Met mijn grote vriend Simon. Het moet wel een beetje spannend zijn natuurlijk, want als je tegen wat anders gaat dan ben je natuurlijk zo hard. Maar mij is het toch een beetje... Ik kan beide kanten op gaan. Precies. Dus we zijn weer begonnen en ik weet al waar we zijn. Ja. Jij ook, hè? Ja. Maar toch, we gaan even zoeken nog verder of we nog naar iets uitsluitsels kunnen vinden. We kunnen die kant blijkbaar niet op. Maar kijk, dus jullie zouden niet geloven, maar we hebben het net ook al dit gespeeld. Alleen Milan deed een oepsie. Ja, door is mijn PC dit een oepsie. Ik was niet erg blij. Gelukkig maakt het niet uit wie won in dat potje. Jawel, dat maakt zeer zeker uit. Maar we hebben ook nog een potje van mijn kanaal opgenomen. Ja, zorgeloos, ik weet het. Dat klopt, die moet ook zeker bekeken worden. Dat ben ik met je eens. Goeie dans. Wij allebei. Oh, nu weet ik zeker wat het land is. Ik niet. Ja, aan de letters kon ik het al vrij goed zien, maar... Ah, ik zag een vlag. De vlag heb ik geleerd. Waar staat de vlag? Bij de V van vlag. Bij het NH-hotel. Ik ga op zoek naar een vlag. Ik heb NH is blijkbaar geen hotel. Als ik nou gelijk verlies, is het toch pijnlijk. Oh, je hebt gewoon de punten. Jij hebt gewoon de punten. Er wordt zeer hard vals gespeeld. Hoezo? Omdat ik niet win. Het enige wat ik in dit spel een beetje weet zijn verschillende letters ondertussen. Nou, hier kan ik niks mee. Nee, dit is helemaal lek. Zeer treurig is dit. Ik moet even vast een telefoonnummer hier opstaan. Zou ik hem bellen? Kijken als we vragen wat het is. Hallo. Ik denk wel dat het hoge kosten zijn dat het niet Nederlands is. Dat denk ik ook, ja. Waar zijn we, alsjeblieft? Gelukkig, ik moet eigenlijk... In the ghetto. Ik moet eigenlijk de landcodes van telefoonnummers gaan leren uit mijn hoofd. Ja, dat is wel moeilijk, hoor. Ja, nou, op zich, als je gewoon de bekendste doet. Want je kan zeggen wat je wil, maar alles wat hier staat, zou dat wel enorm helpen. Ja. Ach, wie dan? Dit is een pure gok, eerlijk is eerlijk. In the ghetto. Waar is Namibië? Daar ga ik voor. Dat weet ik veel. Namibië? Nee, het was Nigeria. Ah. Vlakbij Lagos. Maar jij hebt weer de punten. Ja, mooi. Nou, straks gaat het er echt om en dan krijg ik de punten. Ja, ik snoep nou wel een beetje weg, maar niet heel veel. Oh. Dikke trekken. Dit is, ik weet al redelijk waar we moeten zijn. Ik ook. Ik zag het op een bord staan en ik zag het aan de kentekens. Jawel. Ik zweer het. I do be swearing. Kijk maar die kentekenings. Hoppa! Wauw, wat een vieze onzin zeg. Hotel Simons Place. Ja. Oh lol. Oh, nee, waar zouden we nou zijn? Ik zit. Wow. I am Dam. Temptation Island, oh yeah. Dit is een plek waar ik één keer ben geweest in mijn leven. Even kijken hoor. Ja, het is lastig, want ik weet niet zeker als dat I am nog wat precies dat ding is.
was er meer plek dat ze IM hebben genakt. Dat klopt, alleen dat gaan ze niet in Rotterdam neerzetten, neem ik aan. Nee, dat kan toch IM Erdam zijn? Maakt in ieder geval uit waar we heen zitten. Nou. Wow, kijk hoe dichtbij ik zat. Oh, dat was. Ja, maar kijk, ik ben geen Amsterdam man, hè? Ik ook niet, maar ik zocht gewoon water midden in Amsterdam. Ik kom niet uit de Randstad. Oké. Ik ben een Noorderling. Nou, ik kom ook niet uit een Randstad, maar ik wel in de buurt. Ja, dat gaat mis. Oké, waar woon je? Dat gaat het niet mis. Ze zijn wel interessant geparkeerd. Pie, 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 pie. Nou, het land is gelokeerd, gelokaliseerd. Dat kan je zien aan de kentekens, hè? Hou je bek, ze zijn allemaal wit, dus dat is lulkoek. Nou, ben je dat ik het land goed heb? Ja, maar dat heb je niet van de kentekens. Daar heb ik het dan van. Nou, van alles behalve de kentekens. Nou, misschien. Ja, zie je? Misschien zag ik het ergens opstaan, welk land het was. Oh, ik ook, want er hangen hier vlaggen. Oh. Hoezo? Ik moet niet zo naar de grond kijken. Ik kijk echt een beetje naar mensen voeten, volgens mij lijkt het. Dat is deze vlag, toch? Ja, dat moet wel. Oh, het is een healing roll. Oh, we zitten echt best wel dicht bij elkaar. Kaboom! Ingemaakt! Oh, en we zijn weer... Het staat weer gelijk. Kabooming! Kabooming. Oké. Ik had eigenlijk gewoon niks hoeven doen. Ik had gewoon niks moeten doen. Kut! Milan! Ik heb je tactiek niet gevolgd. Goed zo. Oh. Daar hou ik van. Ik niet. Maar ik weet dat je het nodig hebt, het HP, dus... Hij heeft één keer van zijn leven van me gewonnen en het is praatjesmakerij. Ja, maar daar is geen bewijs van die tweede keer. Jawel, tweede keer heb ik opgenomen, Milan. Ja, oké, van die eerste keer dan. Ik heb een screenshot gemaakt van de eerste keer. Ja, leugens. En ik kan de match history zien. Ja, dat is waar, kut. Ja, kaboom. Kabooming. Sander, kijk dat hij zo blij. Tuurlijk. Sander heeft ons helemaal geïndoctrineerd met de kabooming. Ja. Met het kabooming virus. Kaboom. Echt letterlijk, dit ding weigert mij de T-splitsing op te laten gaan. Dit ding weigert mij ook om bordjes te laten zien. Behalve dat het een bushalte is. Leuk, bushalte, daar hebben we wat aan. Als er nou een kaart bij was geweest, dan had ik er nog niks aan gehad, want mijn topografie is niet zo goed. Een bussinghalting. Nou, dit is waardeloos. Hier kunnen we net niks mee. Inderdaad, heen. Ziet er wel lekker warm uit. Ik heb mogelijk borden gevonden. Jij wel. Maar voor mij heeft het niet zo meerdere keer al reet dezelfde kant op gegaan. Nou, je hebt wel geluk, jij kan niet meer veranderen. Dus als ik gewoon 5 seconden gebruik om het beter heen te zetten met punt. Het was weer een combinatie van taal en kentekens dit keer. Ja, ik meer. Ik zie echt net niks op de bushalte staan. Ja. Oké. Luxemburging. Ja, nee, ik zag niks Luxemburgs. Ik zag niks Frans. Ik zag niks Duits. Ik zag niks Frans-Duits. Ja, dat is. Ah, snap hem. Frans-Duits.
Die komt woensdag bij mij in dorp. Kut, ik heb mezelf gedoxt. Dat het is echt niet spannend of, je, of ze weten waar je woont, hoor. Ja, nou, vind ik wel. Dat vind ik wel. Zo groot is het dorp niet. Mijn dorp ook niet en dat weten ze ook. Maar je woont in een dorp? Jazeker. Ah. Oh, nice. Nu nog weten waar. Maar hoe langer ik wacht, hoe eerder jij weet waar we zijn. Dus jij gaat hem nu lokken? Nee, want ik wil eigenlijk weten in welke plaats we zijn. Ja, ik ook, want dat land heb ik al lang. Oh, nou, ik ook. Nee, zoveel dikke been. Oh, laat maar. En nationalistisch persoon hier. Kijk, een autootje met een vlag. Oh, ja. Yeah. Dat vlagje ken jij wel. Ja. Dat is wijzig wel. Oh, jij bent zo'n vlagmaster. Ja. Dan stopt Google Maps hier, laat hem niet verder gaan. Oké. Oh, je bent een drol. Oh ja, een grote drol. Ruikt naar een drol en je lijkt ook op een drol. Oh, oké, got it. Ik ben in één keer niet meer zo zeker van het land, ook een zeker vlag. Is het toch Denemarken? Nee. Het is Berlin. Ah, ik zeg in één keer .de staan en ik denk, wat is dit nou weer? .de is Duitsland. Ja, wat was Denemarken dan? Of dan is het DK? DK. Ik dacht van Duitsland. Ik had andere iets ook DE toen. Oh nee, laat maar met het DE. Dat is het potje dat het IJsland was volgens mij en jij Zwitserland deed. Yeah. Ja, daar was ik even in de war. Ik dacht al, huh? Dat we het gewoon allebei fout hadden. Ja. Nee, ik heb niks gezegd. Maar er zijn mensen die gewoon goed zijn in dit soort plekken. Ik vind deze paarse dingen erg leuk. Erg cute. Nee, zo RX King met Jeep. Dat vind ik leuk. Oké, dat is wel fijn om te weten. Ja. Het wijten had, ik kan niet goed de tekst. En jij ziet ook die banner die zo. Ja, helemaal yeah. Kut. Die vlag heb ik net nog gezien. Ah! Vlag? You be seeing a flagging? Ja. Dat wordt ik vals gespeeld. Helemaal niet. Waar vind ik een vlag? Ik ben hier de vlagmaster, ik wil een vlag zien. Is er een vlag, hè? Ik wil een vlag zien. Ti 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 ti. Alle vriendjes. Oh, en dit is interessant. Dit is very interessant. Alleen weet ik gewoon niet zo heel veel van dit. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? Ik heb echt geen flauw idee waar dat van is. Dat is Lange Frans en Baas B. Oh ja hoor! Nee! Mijn boy heeft de vlag gevonden. En meneer weet ook wat die vlag is. Ja, ik niet. Hintje? Het is niet Polen. Nee, dat snap ik. Het is ook niet Monaco.
Ik ga voor het middengedeelte. Oh, wel Indonesië, kut. Dus je dat de vlag van Indonesië, de om zijn kom vlag is van Polen Oh, nee, dan niet en wel. Monaco. Vandaar dat ik jou toch best wel goede tips gaf. Maar je overschat me. Ja, dat blijkt. Hou je. Goed. Dit ging zo goed aan het begin. Zo irritant dat het spel je niet in één keer ver laat gaan. Ja, echt hè? Ik heb precies hetzelfde probleeming. Met mijn kut, dan ga je de verkeerde kant op en dan heb je net niks eraan. Ik ben er wel van over. Nee, trouwens, dat ga ik niet zeggen. Weet je wat me eerst opviel bij de vorige? Nee. Dat ze links reden, maar ik wist niet zo goed waar ze allemaal links reden. Daar. Ik ook niet. Dus leuk dat je het weet, maar ik ga er niks mee doen. Maar ze rijden links in Indonesië. Ja, blijkbaar. Maar wij rijden zich overal in Indonesië, dus. Ja, touché. Soms moet ik ook van de linkerbaan pakken, anders komt dat beter uit. Bij mij echt de verkeerde kant op gegaan. Dit zou zo Nederland kunnen zijn, maar het is niet Nee. Nederland, want er zijn elektriciteitspalen en dat doen we niet in Nederland. En ik heb een andere taal gezien. Hij is being seeing een andere taling. Sander is zo trots op mij als hij dit ziet, hè. Je kunt hier wel een mooie fiets toch maken, denk ik. Het is ook niet erg heuvelachtig, dus. Nee. Nou, wat wel uverachtig van de Nederlanders, maar. Ja. Klik, 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 Daar klik. is een molshoop al heuvelachtig. Dat is een berg, Milan. Dat is Dat een bedoel berg. je. Kutzooi, ik ben per ongeluk de verkeerde kant weer teruggegaan, volgens mij. Helemaal Maar kut. ik heb echt nog geen enkele lead hoor, dus. Ik ben intens aan het klikken en ik ben gewoon teruggegaan, per ongeluk. Ja, intens aan het klikken, hè? Ja. En ik zie een bordje en het bordje is half gecensureerd. Hier kan ik toch helemaal niks mee. Wie waren deze helden? Waar Kut. zijn we? Ik wil bijna een willekeurig gokje doen. Willekeurig gokje, nee. Kan iemand mij in ieder geval iets van tekst geven, alsjeblieft? Spel. Spel. Oké. Okay. Die kunnen ook echt overal zijn. Geef de honden niet op, maar ik klik maar gewoon aan. In de hoop dat je ook ver weg zit en niet heel veel punten, ik niet heel veel punten verlies. En dit gaat niet het einde zijn. Kabooming! Wacht, wat Nee, kutte ben jij? ik ben Nee, Kabooming. nee! Ik ben hier Kabooming. Gewoon een gokje of hoe heb je dat gedaan? Nou, ik was er al van overtuigd dat als het geen Nederland was, dat konden we al snel zien, dat het een vlak land moest zijn. Nou, dan was ik al bij de Baltische Staten. En toen dacht ik, nou, dat doe ik in het midden. Of het nou Estland, Letland of Litouwen is, dat weet ik niet. Sorry, ik spreek geen nerd. Oké. You Nerd. mad, bruh? Beetje. Dit vind ik interessant. Heel interessant. Sander zou het Maar interessanting vinden. het land heb ik al. Goed zo. Jij ook? Ja. Kut, dan hoef ik niet hem direct te lokken. Nee, voor mij, mijn lok is. Mijn land dat ik had, heb ik veranderd.
Oh nee, of. Ik ging eerst voor Italië. En toen zag ik Slovenia ding staan. En dan ga je naar Maar Slowakije. Nee, dat is interessant. Dat is handig. nee, maar dat was voor het voetbal iets wat was volgens mij. Oké, hier staat Nikita Oké, Tesla. nou, dat is wel duidelijk waar we zijn. Nee. Yep. Geen idee waar we zijn. Nee! Nee. Kabooming! Ik wou hem niet in de stad zelf zetten. Easy win, boys. Easy win. Ik Easier zou hebben het we het nog gras niet in ik zet gewonnen. hem niet in de stad. Ik had het moeten doen. Ik had het moeten Ja, doen. dat klopt. Lucky, lucky. Geluk. Oh, geluk. Gewoon hard afgemaakt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Simon hebben we, of op Simons kanaal hebben we ook nog een aflevering opgenomen. Dus ga die zeker checken. En zien we graag de volgende keer weer. Adios, amigos. You